Welkom bij mijn reisje over. Vandaag wij de Santa's gaan PC game weer spelen. En we doen nou weer nog in. En dan gaan we nu naar de kelder toe. En ja. Wow. Hier ligt nog meer. Oh wow. Is hier ook meer TNT? Dartpijltjes. Oeps, ik hoor je neer. Dat hoor je niet. Ik denk toch ook even dan deze in de vuur gooien. En dan pak ik eventjes een hoe heet het? Een prullenbak. Zo. En dan gooien we de kleine dingen erin, zoals elfjes. En die elfjes zijn best schattig. Maar ik denk ook dat we die rendierhorens op moeten ruimen, want die zijn best groot. Kijk hoe groot die zijn. De grote nou weggooien. Ik weet niet hoe snel die rendieroren fikken. Omdat echt sterk zijn. Dus dan doen we nu eerst de grote rendieroren. Volgens zijn ze van mijn schedel afgetrokken. Met hersens en al. Dus, ik denk ongeveer 1 minuut tot het duurt voordat de rendieroren eraf zijn. Ik bedoel, ja, weg zijn gebrand. En dan, je moet er ook echt in, want anders wordt het nooit schoon, hè? Oké, ja, 1 minuut ongeveer. En dan gaan we hier beneden doen een paar elfjes in de container. En volgens mij. Wee! I'm Rudolf! Ja, Rudolf is ook doodgemaakt. En dat is zo smerig. Maar Rudolf past toch niet echt allemaal hierin? Nee. Hij begint tot een glitchje. Ja, we nemen gewoon zoveel mogelijk mee. En dat zien we vanzelf wel. Als het lukt. Oké, we doen gewoon de eerste. Oeh. Wat een map met die volgendeheid. Dat is niet echt handig. Ja hoor, eten. Oké. Waarom ook weer niet, hè? Oeh, de bierflesjes. Dat is niet handig. Oké, ruim even snel deze smerige ding op. Want als we dat niet opruimen. Dan, dan is het niet nooit schoon en dan kom je er nooit mee hier. Ah. Zo. We beginnen eerst achterin, denk ik. Is dit een neus van Rudolf? Ik denk het wel. We doen de motor cocktails later. Want dat is echt de laatste wat je zou willen opruimen, denk ik. Nee, we kunnen ook de motor cocktails bij de kerstman neerzetten op het kantoor. En dat we die later dan bij de TNT er ook ingooien. Oh, ze hebben al netjes geholpen met inpakken. Oké, doen we dit heel voorzichtig. Wegvangen. En dan zien jullie zo als de stal een beetje schoon is. En dan hebben we hier. Oké. Zoals je ziet, we hebben al heel wat dingen opgeruimd. Al heel wat rendieren. En een paar geweren. Want ja. Oké, we doen nog alleen deze lamp erbij houden. Nee, die lamp laten daar.
Want we kunnen zien of er niks smerigs is of wat dan. Voorzichtig. Want anders... hebben we eigenlijk geen rol zijn en dat willen we niet. Zo. Hopelijk hebben we geen kogel achtergelaten met glitchje. Nee. Dat is perfect. Oké, nog een paar kleine rendiertjes. En dan zijn we klaar met je rendieren in de schuur. En dan kunnen we alleen nog zolder schoonmaken. En dat is dan wat we alleen nog moesten doen. Dus. Ja. Je kan wel lekker eten hiervan. Kies hoeveel vlees. Dat is toch lekker. Vlees eten. Als per rib. Zo. Een kogel. Die kan ook daarin. Oeh, TNT. Die doen we straks wel. Oh wacht, ik zie ook nog kogels. Oh, ze hebben rendieren uit tegen de muur doodgeschoten of zoiets. Hey, serieus? Heeft hij rendieren tegen de muur geschoten? Dan zet ik deze wel even hier neer. Zodat ik hier langs kan. En dan doen we die in de prullenbak. Hoeveel kogels zou dit er wel zijn? En volgens mij zijn er ook speelgoedkogels. Maar ja, alsnog, speelgoed hoor je niet op dieren te schieten. Ligt aan wat voor dieren. Als het nou speelgoeddieren zijn, dan kan het. Maar geen echte dieren. Dat is alles heel erg zielig. Voeg de diertjes. En ik heb al iets van 7 kogels uit de muur getrokken. En ik ben benieuwd of de kerstman nog meer kogels in de muur hebben zitten. Oh, ik dacht al. Ja, breng dit naar boven. En dan zien jullie zo weer. Zo, we zijn terug. En we doen nou even wat TNT verzamelen. In de kist. Dat is heel handig. Ik weet niet zeker of ik dit moet doen, maar... Heel voorzichtig doen we dit dan. Zo. Maar zo erg kan het niet verkeerd gaan, denk ik. Toch? Dit is nou een van de stomste dingen wat ik nu ga doen. Gevaarlijke vuurflesjes bij de TNT doen. En oké. Okay. Zover ik zag. Oh, fuck! Wow-ly. Oké. Ja. Dat had ik niet zien aankomen. Weet je wat? Dan gooi je dit toch ook kapot. Wacht, wat? Oké, weet je wat? Weet je, ik dat een paar dingen gewoon branden. Dus ja, dan zien jullie morgen in een nieuwe aflevering. En ik check jullie later.